We kwamen hier boven op de zolder en we stonden enorm verbaasd. Ja, hier stikt 32 jaar vrije tijdsbesteding in. Dus we hebben er nog wel aardig wat tijd in gestoken. En u bent vanaf het begin bent u hierbij verbonden geweest? Ja, 42 jaar bij de THCA en 32 jaar in dit gebouw. Wat is er zo mooi aan de treintjes? De variatie en het met elkaar omgaan met de hobby. Dat is het allerleukste. De mensen komen uit allerlei vakgebieden. Hè, ze hebben van huis uit allerlei verschillende hobby's. En dat kun je in zo'n treinhobbyclub mooi combineren. Wij laten heel vaak van ons horen en zien. Ja, onlangs waren we nog bij in het station van Almelo. Bij Monumentendag. Met onze mobiele baan. Dus dit is een vaste baan. Die kun je zo 1, 2, 3 niet meenemen. Maar we hebben ook een mobiele baan. En daar gaan we nog wel eens mee op pad. Door corona is dat de laatste tijd natuurlijk niet veel van gekomen. Maar op meer plekken in Twente waar wij komen. Zoals gezegd, 32 jaar zijn we bezig. Een heleboel is afval. Hè? Dat zou je niet zeggen. Maar het landschap dat ontstaat vaak door spul uit de tuin. Het landschap kun je maken van oude papier, hè? Papier-mâché. En dat kost je de kop niet. De rest, ja, de rails en de wissels, maar die koop je één keer en die gaan gewoon 32 jaar mee. Dus dat valt ook nog wel mee. We zien hier een bord hangen van Malsveld. Is het decor wat jullie gemaakt hebben en wat jullie onderhouden daarop gebaseerd? Jazeker. Dat is een plannetje wat inderdaad 32 jaar geleden ontsproten is. En Malsveld, dat is eigenlijk het centrale punt. Er is een hoofdbaan van Kassel naar Bebra, die komt door Malsveld. En daar is een zogenaamd Turmbaanhof, dus een station in twee verdiepingen. En die botsen wij hier op onze clubbaan aan. En gebouwen die hier bij het station staan, dat zijn allemaal zelfgemaakte modelletjes. Met van oorsprong het Duitse voorbeeld. Ja, elke woensdag zijn wij hier. En de afgelopen dagen zijn we wat vaker. Zoals, dit is natuurlijk niet onze standaarddag. Maar goed, we komen met veel plezier. En we begrijpen ook de aangelegenheid aan om met hobby bezig te zijn. Het is heel simpel. Uit hoeveel leden bestaat de club? 35 man zo'n beetje, ja. Ja. Dan wordt het erg druk, hè, met een kleine gangetje hier. Dat bedoel ik. Ja, dat is ook zo'n beetje het maximum wat we hebben kunnen. En anders wordt het te gek.